Rond 10:55 live vanuit de NCRV-tuin het reces. En de gast van vanavond is minister-president Wim Kok. 50 jaar geleden werd het schip Exodus met 4000 Joodse vluchtelingen aan boord voor de kust van Palestina tegengehouden door de Engelse kustwacht. Om 10:05 in Werelden het verhaal van een schip dat wereldgeschiedenis maakte. Maar nu eerst Leo de Haas, de verborgen camera en opzienbarend rijgedrag in een special van Blik op de Weg.